Eemland 1. De streekomroep voor Soest, Baren en Bunschoten. Eemland 1. IJsselmeervogels. In training op maandag 31 juli. In voorbereiding op het nieuwe seizoen. Natuurlijk zijn er ook allerlei nieuwe spelers welkom geheten. Waarin hoge verwachtingen worden verwacht. Wij gaan de komende uitzending een aantal nieuwe spelers interviewen. Nou, vol verwachting kijken we daar naar uit. Wie is Basiel Camara? Jongen uit Arnhem, 30 jaar, werkt in de jeugdzorg en voetbalt nu bij IJsselmeervogels. En waarom heb je gekozen voor IJsselmeervogels? Fantastische club, vaak tegen gevoetbald. Ik ken ze goed van het verleden en past er bij me. Welke positie neem je in het veld? Links centraal achterin. Waar ligt jouw kracht? Mijn kracht in de duels, coaching, dat is mijn voornaamste kracht. En wat zijn je verwachtingen van deze club en het seizoen? Nou, het is belangrijk om weer op het hoogste podium te komen en ik denk dat we dat moeten realiseren. En hoe gaan we dat doen? Via de na-competitie of kampioen worden hopelijk. Wie is André Morgan? André Morgan is een 29-jarige jongeman vanuit Amsterdam, geboren en getogen. Een strijder in het voetbal en ja, die houdt van voetbal. Waarom heb je voor IJsselmeervogels gekozen? IJsselmeervogels is een club met een mooie achtergrond, mooie historie. Prachtig complex, mooie mensen. Dus de keuze was vrij makkelijk voor mij. Welke positie speel je? Ik speel rechtsback. Linksback ook wel goed uit de voeten, centraal kan ook wel, maar rechtsback ligt mijn kracht. Wat zijn dan je ontwikkelpunten? Ontwikkelpunten is meer assisten willen geven, vaker eroverheen klappen en mijn mannetje staan. Je verwachtingen voor komend seizoen? Promoveren, kampioen worden en met een heerlijk gevoel afsluiten. Wie is Luke Leefland Murillo? Dat is een jongen uit Den Haag, 23 jaar. Ik ben linksback. Ik heb heel mijn jeugd bij Adem Haag gespeeld. En nu sinds dit jaar getekend bij IJsselmeervogels. En ja, ik kan niet wachten te beginnen. En waarom heb je gekozen voor IJsselmeervogels? Ik had afgelopen december na contact hebben gehad met Perry. Een aantal gesprekken met ze gehad. En het voelde al meteen goed. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik denk dat dit wel een goede stap voor mij zou zijn. Toen speelde ze nog tweede divisie, dus helaas zijn daar niet meer gebleven. Maar ik dacht bij mezelf dat dit wel een mooie stap voor mij zou gaan. En ja, ik ben ook onwijs blij om hier te zijn en hier deel uit te mogen maken. De volgende vraag is welke positie speel je? Maar je hebt al aangegeven, je bent linksback, hè? Linksback, ik ben linksback inderdaad. Ja, bijna heel mijn leven daar gespeeld, dus ik ben linksbenig verdediger. En waar ligt jouw kracht? Vooral ik zelf vind het verdedigen. Ik heb goede paas, goede voorzetten kan ik geven. En vooral verdedigend, ik hou ervan om mannetjes uit te schakelen. En tenslotte, wat zijn je verwachtingen van dit seizoen? Ik hoop gewoon veel minuten te mogen maken. En uiteindelijk met z'n allen hier zo hoog mogelijk eindigen. Wie is Jim Hulleman? Jim Hulleman is een jongen van 30 uit Schagen die hier voor het eerste jaar komt spelen. En heel veel zin heeft om een mooi seizoen neer te zetten met een nieuwe selectie. Waarom heb je gekozen voor IJsselmeervogels? Voor de ambiance, voor de... het is wel een club, een gerenommeerde club. Dus dat is mooi om een keer voor te spelen. En ik dacht, ik ben nu 30, dus ik moet nog even een mooi avontuurtje pakken. Dus daarom ben ik hier ook. Welke positie speel je? Ik speel het liefst op het links op het middenveld. Daar speel ik nu ook. Maar ik heb best wel jarenlang centrale verdediger gespeeld. Dus dat zou eventueel kunnen, maar heeft niet meer voorkeur. En waar ligt je kracht en wat wil je nog doorontwikkelen? Mijn kracht is denk ik dat ik het team neer kan zetten. Loopvermogen, de beleving erin brengen bij de jongens. En ik denk dat ik aan de bal een goede trap heb. En wel een redelijk neusje voor de goal. En kan je nog iets ontwikkelen? Natuurlijk kan ik iets ontwikkelen. Ik zou nog wat zou ik kunnen ontwikkelen? Mijn verdedigende kwaliteiten, denk ik. Dat we nog ietsjes beter kunnen. Maar voor de rest denk ik dat ik wel een redelijk allround speler ben geworden in die jaren. Wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen?
Ik hoop natuurlijk bovenin mee te draaien. Dat denkt iedereen. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als ik zie hoe we afgelopen weekend tegen AFC hebben gespeeld, tegen een tweede divisieclub, denk ik wel dat we er redelijk goed op staan. Maar het kan altijd nog beter natuurlijk. Wie is Thomas Beekman? Thomas Beekman is een jongen van 23 jaar uit Arnhem. Studerend en woont samen met drie goede vrienden van hem. Waarom heb je gekozen voor IJsselmeerwolde? De ambities van de club spraken me heel erg aan. Vanuit de profs, bij Topos speelde ik niet zoveel meer. Waardoor ik een beetje het plezier in het voetbal verloor. En ik denk dat ik dat bij IJsselmeervogels, wat tot nu toe prima gaat, weer terug kan vinden. Welke posities kan je spelen? Achter de spitsen, aanvallende middenvelder. Ik denk dat mijn kwaliteit vooral ligt gewoon voor de goal. Dus lopend achter de spitsen een beetje. Daar ligt je kracht? Ja. Wat zijn je verbeterpunten? Voetballend. Ik ben niet de meest technische speler. Dus ik moet het vooral hebben van het simpele voetballen. Maar daarin in mijn techniek en met het bedribbelen, dat soort technische vaardigheden, dat kan wel beter bij mij. En tot slot, wat verwacht je van dit seizoen? Ik verwacht een seizoen waarin IJsselmeervogels bovenin de derde divisie gaat spelen. Moet spelen. Weer zo snel mogelijk weer terug naar de tweede divisie. En ik hoop dat ik me daar een steentje aan kan bijdragen. Wie is Robin Eindhoven? Ik ben 24 jaar, spits, woon in Haarlem en voetballer. Dat is wat ik het graag doe. En bekend hier in het dorp? Ja, hiernaast gevoetbald inderdaad. Nu de overstap gemaakt naar de rode kant. En waarom heb je gekozen voor IJsselmeervogels? Grote club, dat sowieso. Speelde wat jongens die ik kende. En nieuwe uitdaging. Ik moest daar weg, dus keuze was makkelijk uiteindelijk. De positie in het veld? Spits. Het liefst in een tweespits systeem. En waar ligt jouw kracht en wat wil je nog verbeteren in zo? Mijn kracht ligt vooral in de diepte. Loopacties, snelheid, makkelijk scoren. En wat ik wil verbeteren is wat balvaster zijn. Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen? Ik hoop dat we bovenin gaan meedraaien. 20 plus doelpunten, dat is dan persoonlijk doel. En kampioen worden is hier bij de rode en zou heel mooi zijn. En dan het jaar erop tegen Spakenburg. En dan de winnende maken zou mooi zijn. Precies, dankjewel. Bijna raakt. Paolo die zei wel, laat het trekken. Wie is Kai Ramstein? Wie is Kai Ramstein? Een leuke gozer van 33. Ja, wat wil je nog meer horen? Leeftijd? Gespeeld bij? Bij IJsselmeervogels. Gespeeld bij IJsselmeervogels? Ja. Oh, ja. Bij Feyenoord, Excelsior, Sparta. Moet ik even goed nadenken. VV Venlo, Almere City. Maritimo in Portugal en OFK in Noorwegen. En Kozakke Boys. En waarom gekozen voor IJsselmeervogels? Ik vond het altijd dat is geen slijm hoor, maar ik vond het altijd, voordat ik zeg maar naar de amateurwereld ging, vond ik dit op voorhand eigenlijk de mooiste club. Een vriend van mij heeft hier ook in het verleden gespeeld, Hanna Agari, dus daardoor had ik ook wel wat meer met de club. En zodoende eigenlijk in gesprek gekomen en heel blij dat ik hier mag voetballen dit seizoen. Welke posities neem je in het veld? Centraal achterin en verdedigende middenvelden. En wat is jouw kracht en waar zit je verbeterpunten? Wat is mijn kracht en mijn verbeterpunten? Verbeterpunten. Ik ben 33, dus ik vraag me af hoe extreem ik nog ga verbeteren. Maar mijn kracht zit in, ik ben een slimme speler die veel tactisch op probeert te lossen. Technisch goed. Probeer hem over het algemeen naar de goede kleur te spelen. Ik probeer ook leiding te nemen waar mogelijk en waar kan. Wat ik zeg, verbeterpunten. Ze moeten niet denken dat ik een sprint ga trekken waar ik iedereen eruit loop en dan ga scoren. Dus, maar dat gaat ook niet beter worden. Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen? Verwachtingen zijn dat we gaan promoveren. Dat is eigenlijk heel kort en krachtig. Dat verwacht ik. Dat vind ik dat wij dat moeten eisen, moeten uitstralen. En gaat niet makkelijk worden, maar als wij elke wedstrijd de intensiteit op het veld leggen wat wij afgelopen zaterdag tegen AFC dan hebben gedaan. Dat denk ik dat dat een goede start was van hoe het kan. Ook al hebben we natuurlijk verloren, maar tegen een goede ploeg. Dan denk ik ook dat dat mogelijk is. Wie is Niels Butter? Niels Butter, 23 jaar. Woonachtig in Oostzaan. Ook daar geboren. En, nummer 10 of spits, een van de twee.
Dat was mijn tweede vraag. Welke positie speel je? Maar dat is nummer 10 en spits. Ja, ik ben eigenlijk van nature middenvelder. Het liefst speel ik ook op nummer 10, aanvallende middenvelder. Vorig seizoen in de spits gespeeld als nummer 9. Een beetje tweespitssysteem als schaduwman. Dus beide posities kan ik uit de voeten. En waarom IJsselmeervogels? Ja, als je om je heen kijkt hier. Het eerste gesprek die ik hier heb gehad was heel positief. Wat er helemaal mogelijk is. Het is eigenlijk gewoon een betaald voetbalclub. Helaas spelend op het vierde niveau. Maar ja, als je kijkt om je heen hoe groot het is. En daarom keuze voor IJsselmeervogels. Wat zijn je sterke en wat zijn je zwakke punten? Ik ben, passing is goed. Ik heb het overzicht, tactisch sterk. Ik kan fysiek wat brengen. Kopduel in de lucht, goed schot. Ik denk dat wel een beetje mijn sterke punten zijn. Mijn snelheid kan ik nog verbeteren. En het verdedigende aspect kan ook nog iets beter. Wat verwacht je van dit seizoen? Ja, de eerste twee weken positief vervallen. Ook van de jongens, een leuke groep. Dus ik denk dat we, als de sfeer goed blijft, als we een beetje patronen in kunnen bouwen, dat we wel boven de plekken mee kunnen doen. En het is natuurlijk makkelijk gezegd om te zeggen we gaan kampioen worden. Maar ik denk wel dat we met bovenste plekken mee kunnen doen. Wie is Dennis Knijman? Dennis Knijman is nu een 24-jarige jongen uit Driel en een spits. Spitspositie? Ja, vooral veel doelpunten maken en vanuit daar belangrijk zijn voor het team. Waarom heb je gekozen voor IJsselmeervogels? Ja, wat mij betreft blijft IJsselmeervogels gewoon de grootste amateurclub die er is in Nederland. En die kans komt niet vaak voorbij, dus ik heb die kans gegrepen. Helaas is het wel in de derde divisie. Ik had liever de tweede divisie gewild, maar IJsselmeervogels blijft gewoon de grootste club die er is. En het is gewoon een eer om daarvoor te voetballen. Wat zijn je sterke en wat zijn je zwakke punten? Mijn sterktepunten zijn vooral de snelheid en mijn doelgerichtheid. Ik bedoel, ik kan 90 minuten lang niet in het spel voorkomen, maar ik kan altijd scoren. Dus ik blijf altijd gevaarlijk. En ik heb gewoon een enorme snelheid, waardoor ik gewoon achter de verdediging gewoon enorm gevaarlijk kan zijn. Kwetsbaarheid is misschien de kop is niet mijn sterkste punt en ik ben geen echt aanspelpunt. Ik ben vooral een spits die de diepte in moet gaan en vanuit daar gevaarlijk moet worden. Tot slot, wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Ik verwacht dat we als club zijn gewoon kampioen moeten worden. Dan moeten we gewoon stellen aan onszelf. En als ik kijk naar mezelf, moet ik gewoon het doelpunt gaan maken. En als ik kijk naar vorig jaar, had ik een 29 bij OEC in de derde divisie. En dan moet gewoon dit jaar ook gewoon die kant op gaan. Durf je een getal te noemen? Nou ja, ik zou zeker 25 plus zeggen. Eemland 1. De streekomroep voor Soest, Baren en Bunschoten. Eemland 1.